bij het tweede Appelpop Journaal. Ik zie hier een dame met een emmer in de artiestenzone. Dat klopt. Ja. Ja. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het schoonmaken. Ja. Ja, wij hebben van onze sponsors, Secunda, die hebben alle keten bevoorraad waar de artiesten in komen. Die sparen jaarlijks 3 maanden lang voor ons spullen op. En wij gaan er nu met een doek doorheen, want morgen om 8:30 staan de eerste artiesten hier al binnen. En dan is het... Ja, aan de gang. Maar het is gewoon gezellig ingericht dus, die ruimte. Ja, er staan allemaal meubels uit het jaar van nu tot en met het jaar van 20 jaar geleden. Dus, en nu proberen we een beetje op kleur in te richten en ook qua gezelligheid en sfeer. En ook met nu te... Ja, vandaag dit jaar voor de eerste keer met airco's, omdat het warm is. Dus, Wauw! Ja, het is luxe. Ja, ja. En weet je nou ook welke artiest waar komt te zitten? Ja, dat weet ik. Ja? Ja? Ja. Waar komt Marco Borsato? Nou, Marco Borsato komt in de groene container. Die komt in de groene. Mogen we daar even binnenkijken? Ja, maar die is nog niet schoongemaakt, maar je mag wel even binnenkijken. Okay. Oh, gaan we doen. Lijkt me leuk. Ja. Het is hier nog niet klaar. We gaan de lampen nog even installeren, want ze hebben allemaal mooie spiegels gekregen. En dan wordt het nog even schoongemaakt en dan wordt de koelkast bevoorraad die hier dadelijk nog inkomt met de dingen die zij willen hebben. Dus en dat is ook een speciaal lijstje? Ja, wij krijgen altijd rijders van tevoren met de dingen die zij speciaal willen hebben in de koelkasten. En dat wordt allemaal verzorgd en dat kan variëren tot kousen, tot aan flessen cola, allerlei soorten drank. Nee. Nou ja, daar gaan we... Maar Marco bestaat is heel makkelijk. Die willen een birtengarnituur. Ah, dat is leuk. Ja, dat is hartstikke goed. Ja. Zo hebben ze het liefst. Ja, kan ik me voorstellen. Ik begrijp trouwens wel dat er hier airco aan moet, want het is warm. Ja, het is hier warm. Ja. Dat klopt. Ja. Terwijl we toch aan de Waal zitten. Ja, maar ja, ze kunnen buiten aan de Waal. We hebben een speciaal artiestenrestaurant waar ze kunnen eten. En daar kunnen ze een verkoeling krijgen, want er zit ook nog een mooi terras aan de Waal. Dus ze hebben het niet slecht. Nee. Nou, goed, jij nog eventjes poetsen? Ja, dankjewel. Oké. Okay. En veel plezier. Dank je. In welke ruimte zijn we hier? We zijn hier in de centrale post van Appelpop. Dus dat is eigenlijk ons orgaan waar alle communicatieverbindingen en camerabewaking plaatsvindt. Zeg maar het centrale zenuwstelsel van de communicatie binnen Appelpop tijdens het festival. Ja, en wat zijn jullie nu op dit moment hier aan het doen? We hebben vanavond briefing van al onze mensen. We zijn aan het checken of alle systemen werken, of alle procedures bij iedereen helder zijn en of die kloppen zoals we ze bedacht hebben. En eigenlijk zijn we het samenspel tussen 3 mensen aan het doornemen, want dat is een beetje het systeem wat we hier hanteren. We werken hier standaard met z'n 3 in een normale situatie. En dat is een samenspel tussen verschillende rollen en dat zijn we nu heel erg druk aan het afstemmen met elkaar. En dat gaat? Heel goed. Ja, nee, we zijn heel positief. We hebben ruimte om allemaal extra leuke dingetjes en uitbreidingetjes te doen, dus dat is een goed teken. Ja, en wat gebeurt er dan? Nou, wat we bijvoorbeeld maken is, we hebben bijvoorbeeld een plattegrond, een kaart waar we dan allemaal cameraposities al op ingericht hebben. En dan hebben we met een 1 druk op de knop direct bepaalde gebieden van het terrein of bepaalde onderdelen van het terrein in camerabeeld. Het werkt heel efficiënt en we maken daar vooral hele grote tijdwinst mee ten opzichte van vroeger. Vroeger was je echt aan het zoeken, toen camerasystemen net nieuw waren, wat kan ik gebruiken en dan ging er veel tijd overheen. Nu heb je met 1 druk op de knop de hele tent bijvoorbeeld in de camera's. Ja, geweldig. Ja, het werkt heel goed. Het is heel fijn. En nodig ook. Het is gewoon prettig omdat dat heel prettig werkt in de communicatie naar al onze medewerkers. Het is gewoon fijn als ze over je schouder meekijken, toch? En ook deze mensen zijn dus allemaal vrijwilligers? Zeker, ja. Dit is allemaal vrijwillig. Het zijn collega's die in de luchtvaart werken of bij de hulpdiensten. En die zijn bereid om hun vrije tijd hierin te steken. Die doen het ook alleen maar omdat ze het leuk vinden. Ja, dat zijn dus gewoon professionals. Ja, maar net zo goed vrijwilligers in hart en nieren, zeker. Ja. Het ziet er allemaal zeer geavanceerd uit. Ja, nou dat klopt ook, want de ruimte die we hebben die is nieuw. Deze auto is net een paar maanden oud, daar zijn we ook heel blij mee. Dus voorheen werkten we met een ander voertuig. Alleen we groeiden een beetje uit ons jasje. Dus dit voertuig is veel groter, we hebben hier meer werkplekken.
En we hebben hier ook een grote overlegruimte voor in bijzondere situaties kunnen we daar de koppen bij elkaar steken. En daar hebben we hier ook betere gelegenheid voor. En ja, het is heel prettig werk hier. We zijn tot nu toe heel enthousiast erover. Ja, dat begrijp ik. Ja. Ja. Alles onder controle dus? Alles onder controle, zo is het. Ja. Okay. En we hebben er zin in. Nou, ik heb jou net uit de tent geplukt. Waar ben jij mee bezig? Ik doe de treinverlichting hier. En de band area's, alles wat eigenlijk buiten de tent is. Om het een beetje aan te kleden voor de sfeer. En dat is ons ding. Ja, en gaat het allemaal goed? Ja, we lopen heel goed voor op schema eigenlijk dit jaar. Het is allemaal super georganiseerd. En dat gaat lekker. Ja, en jij blijft alle dagen hier ook bij betrokken? Nee, in het weekend doe ik altijd stage. Dan ben ik gewoon stage crew. Dus... Okay, en wat is dat? Waarom? Is het de eerste keer voor jou? Nee, dat is mijn zesde jaar. Zesde jaar? Ja. En hoe werkt dat? Ja, via word je erin getrokken. En ja, het virus, maar dat is vast wel bekend, is ook op mij toegeslagen. Ja. Dus, En dat is een positief virus? Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Ja, dit zal nog wel even aan blijven houden. Ja, en het is een vaste club mensen, denk ik. Ja. Dus ja. Je ziet elkaar ieder jaar weer. Ja, vooral in de bouw natuurlijk. Dus, dat zijn echt het is familie. Dus nu wordt het allemaal wat drukker en dan zijn er minder mensen die je minder goed kent. Maar de harde kern is altijd aanwezig en dat is leuk. En dan te bedenken dat hier morgen in deze tent duizenden mensen staan, hè? Ja, dat is gezellig. Maar niet zo gezellig als dat het nu is. Dus, echt waar? Ja, ik vind dit het mooiste. Dus, en die mensen, dat is allemaal maar... daar doe je het wel voor natuurlijk. Ja, okay. Maar dankzij mensen als jij en al die andere honderden vrijwilligers kan dit, hè? Ja, dat is zo. Maar dan, top! Ja, dat is cool. Ja, dus. Goed. Dankjewel. Graag gedaan. Ik zie hier een hele bijzondere auto staan. Hoe komt deze hier zo terecht? Die hebben we met een autoambulance gebracht. Hoe kom je aan zoiets? Ja, jarenlange verzameling. Je zit zelf in die oude auto's en we doen er heel veel in. Handel en zo. En dan ruil je zulke soort dingen in. Die staan dan meestal bij iemand achter in de tuin of in de schuur. En dan verkoop je er een en dan zeggen ze, moet je deze weer meenemen? Nou, dan zeggen wij, dat is goed. Hij is eigenlijk niks waard, hè? Ja, enkel voor een paar onderdeeltjes en zo. Maar voor te restaureren is het gewoon helemaal niks meer. En nou kunnen de mensen die allemaal backstage hier gaan komen, die kunnen er even van genieten? Ja, want dat merkte ik al met neerzetten, dat er een hele hoop mensen enthousiast zeggen, oh, wat leuk. En dat merken we heel veel, ja. Ja, iets wat je bijna niet meer ziet, is altijd leuk. Dat klopt. Huh? En ga je nou zelf ook nog appelpoppen? Thuis? Ja, ik neem een lekkere fles appelsap en dan denk ik aan de appelpop. Nee, maar dat is voor mij niet weggelegd. Mijn kinderen die zullen wel gaan, ongetwijfeld, maar ik kan niet tegen die herrie. Nou, de rest wel, gelukkig. Gelukkig wel, ja. Goed, dankjewel. Geen dank. Ja. Oh, wat is er hier een hoop gebeurd. Morgen gaat het dus allemaal echt gewoon van start, maar wordt hier nog keihard gewerkt. En die tijd hebben ze nodig.